Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar volgens mij ben ik er ook wel eens door naar huis gestuurd vroeger. Hallo, ik ben Timo de Bakker en samen met Elise Damele geef ik tips om jouw dropshot gevaarlijker te maken. Volgens sommigen is hij vooral goed voor de show. Oh, yes! It's playtime. Voor anderen werkt hij verslavend. Op een gegeven moment had ik een periode volgens mij dat ik echt op ieder breakpoint tegen kwam wel een dropshot. De dropshot. Een slag waar lang niet iedereen mee te koop loopt. Ik denk dat heel veel mensen de dropshot zien als een soort van frummelbal of een bal die er eigenlijk niet heel erg bij hoort. Maar als de uitvoering klopt, is de dropshot een fijne slag om naar te kijken en om zelf te slaan. I cannot believe that shot. What an astonishing dropshot. Ik vond het gewoon eigenlijk een uitdaging om het zoveel mogelijk te doen vroeger. En of het nou de juiste momenten waren of niet de juiste momenten. Eerder nog de niet juiste momenten vond ik het nog bijna leuker om te doen. En de dropshot kan een enorm wapen zijn. Vooral als je hem ter afwisseling gebruikt en op de juiste momenten. Je gaat niet standaard een korte bal een dropshot spelen. Maar als je die kan combineren met bijvoorbeeld drie keer slijden voor en weg. En de volgende speel je een dropshot. Ja, weet je, dan weet tegenstander op een gegeven moment niet meer wat er gaat gebeuren. Dus je gaat dan ook zo in het hoofd van een tegenstander zitten. Ja, en dat vind ik al heel erg leuk. Dus het is een enorm krachtig wapen als je hem goed kan slaan. Hoe krijg je dit wapen in je gereedschapskist? In deze video geven we je tips waar je direct mee aan de slag kunt. Maar om te beginnen de favoriete dropshot dragons van de coaches in deze video. Timo de Bakker en Elise Tamaela. Als ik denk aan een dropshot, dan denk ik eigenlijk aan Kiki. Die had echt wel een hele goede dropshot. Oh, beautifully executed. Voor het spel van Kiek was het gewoon echt het maakte haar spel zoveel completer en zoveel gevaarlijker ook. Zij had natuurlijk die hele zware bal om iemand weg te duwen. Ja, en dan had ze de korte bal om de bal weg te spelen of om een dropshot te spelen. En ja, ze kon hem redelijk camoufleren. Speelsters zagen hem niet echt aankomen. Dus zij heeft zeker echt heel veel belangrijke punten gewonnen met een dropshot. Ik vond Ferrero altijd een hele goede dropshot slaan. En ik genoot ook altijd heel erg van Coria. Coria was iemand die, hij speelde wel zware ballen, maar het was niet iemand met powertennis. Dus de man maakte zoveel hoekjes. En om daar overheen dan een dropshot te slaan als iemand weer uitspeelde. Ja, je moest hele goede benen hebben tegen die jongens om een kans te maken, denk ik. En Timo, ook jijzelf stond ooit bekend om je dropshots. Wat weet je daar nog van? Ik kan me nog herinneren in Groningen dat ik twee dropshots achter elkaar sloeg die allebei heel kort zijn. En ook kansloos voor hem om er te komen. Ja, je ziet gewoon dat het publiek daarvan geniet en dat daardoor ook weer een extra sfeer komt. Dus het is zeker een slag waar het publiek niet vies van is in ieder geval. Dan snel door naar de tips, want waar moet je nou scherp op zijn als je een dropshot slaat? Daar horen meerdere stappen bij. Hier komen ze. Stap 1 bij een dropshot is dat je zelf in een aanvallende positie bent. Denk bijvoorbeeld aan een hele goede opbouwende bal die je hebt geslagen, zodat de tegenstander weggedrukt wordt in bijvoorbeeld de backhandhoek. Je krijgt een iets kortere bal die je als aanvalsbal kunt spelen. Je staat zelf in de baan, een beetje midden van het veld. En dat is eigenlijk de ideale bal om een dropshot op te spelen. Kijk, komt mooi in de baan, mooi door die bal heen. Juist. Stap 2 van de dropshot, wat heel belangrijk is dat je hem goed kunt camoufleren. Je wil eigenlijk dat bij deze aanvallende bal dat de tegenstander denkt dat je hem weg gaat spelen. Dus als de tegenstander misschien een klein beetje op de hielen staat, want die denkt van er komt een hele harde bal. Want je legt hem ook zo aan alsof je hem weg gaat slaan. En dan in één keer verander je van grip en speel je een dropshot. Dus dat is eigenlijk ideaal om op die manier te doen. En ja, dat is eigenlijk onmisbaar bij een goede dropshot, een goede camouflage. Kijk, hij wisselt nu wat ballen af.
En je ziet dat zijn achterzwaai eigenlijk hetzelfde is. Alsof hij een gewone voorhand gaat slaan. Verandert snel zijn greep. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je de bal mooi voor je raakt. Beetje met een zachte hand. Dat is belangrijk omdat je dan iets meer gevoel hebt. Dan kan je de bal eigenlijk iets meer echt gewoon laten landen in je racket. En heb je iets meer gevoel om kort neer te leggen. Als je te veel gaat knijpen, dan is je gevoel een beetje weg en vliegt die bal van je racket af. Stap 4, nou ja, wat super belangrijk is waar staat je tegenstander? Staat je tegenstander goed ver genoeg achter de baan of aan de zijkant van de baan, zodat je de ruimte hebt om die dropshot te spelen? De vijfde en laatste stap, heel belangrijk ook, is dat je aansluit naar het net, naar de dropshot. Als je merkt dat het gewoon echt een goede bal is, sluit aan naar het net. Dan vergroot je eigenlijk de kans om het punt winnend af te sluiten. Wat hij heel goed doet is tijdens het raakpunt even rust. En daarna sluit hij eigenlijk zo snel mogelijk aan naar het net. Dus je wil eigenlijk op het moment dat de bal stuitert aan de overkant, wil je al boven op het net zitten. Je ziet hier eigenlijk alle stappen in één. Prachtig. Je ziet dat Timo zijn positie in het veld is. Hij camoufleert zijn dropshot. Hij heeft het raakpunt mooi voor zich. Hij sluit aan naar het net. En hij heeft de tegenstander buiten positie gebracht. Succes met jouw dropshot. En heb je nog vragen naar deze video? Zet ze in de comments.